Paul, het loopt storm, hè? Ja, zeker. Dat is erg druk. Komt denk ik ook door het mooie weer. En we hebben aardig wat promotie gemaakt. De hele dag kunnen mensen hier hun fiets laten graveren, maar niet alleen een fiets. Ik zie ook mensen die laten hun accu graveren. Als je de accu ook laat graveren met hetzelfde registratienummer als de fiets, krijg je die ook gewoon weer terug. Wat laten mensen er nou inzetten? Is dat echt een code of mag het ook gewoon de naam van je kat zijn? In principe is het een code. De naam van je kat is natuurlijk ook erg leuk. Maar er wordt een code ingezet en die wordt gekoppeld aan persoonsgegevens. Jullie staan hier de hele dag om eigenlijk te voorkomen dat fietsen gestolen worden en om ze makkelijker terug te vinden. Dat is het doel, hè? Ja, het graveren is echt om heling tegen te gaan. Dus wordt je fiets gestolen en hij wordt weer gevonden door de politie of wat dan ook, dan staat het nummer erin en krijg je hem terug. En voor een dief is het moeilijker een fiets door te verkopen, omdat er een nummer in staat. Is dit een eenmalige actie of kunnen mensen in de toekomst ook nog elders terecht om hun fiets te laten graveren? 25 augustus hebben we nog een dag en dat is op het Stationsplein dan van 2 tot 8. Het is gratis, hè? Het is compleet gratis.